We eindigen onze uitzending met vrouwvolk aan tafel. Wat is het leven van een presentator toch zwaar, denk ik dan. Het is dinsdag en dan hebben we Julie bij ons te gast. En ja, Julie, ecologie, dat ligt jou na aan het hart. Ja, dat klopt wel. En dus gaan we het vandaag hebben over een campagne die Love Nature heet. Ja. En dat is een campagne van Brabantia. Wat willen zij doen? Brabantia verkoopt onder andere droogmolens. Per droogmolen die zij binnenkort verkopen, planten zij een boom in de Sahel van Burkina Faso. Nu, ik heb bijvoorbeeld geen droogkast thuis, dus ik droog al alles in de buitenlucht. Ik vond het eigenlijk wel een heel mooi initiatief, omdat ik merk dat heel veel mensen die droogkast te veel gebruiken. Dus ik had er wel iets voor. En maar je handdoeken heb ik... worden zo zacht met die droogkast. Maar die drogen niet met die droogkast, die moet een beetje... Oké. Okay. Ja. Maar ik heb Christa Alders meegebracht, zij is commercieel directeur van Brabantia. En zij kan de campagne, denk ik, wel meer toelichten dan ik. Waarom... Jullie willen uiteraard droogmolens verkopen, dat staat als een paal boven water, maar waarom planten jullie dan toch die bomen en waarom zijn jullie dan toch bezig met die campagne? Hoe is dat precies? Nu vooral om hetgene te ondersteunen wat jij doet, dus inderdaad om je was buiten te drogen, dus zoveel mogelijk het buiten drogen te promoten. En los daarvan, omdat het een duurzame gedachte is, dat iedereen een klein beetje kan bijdragen aan een beter milieu, willen we dat nog eens onderstrepen, dus samen met WeForest, dat is een Belgische een NGO die dus in verschillende projecten over de wereld effectief bomen gaat planten om op die manier de klimaatopwarming te kunnen bestrijden. Ja. En wat is jullie doel precies daar in die Sahel van Burkina Faso? Dus... Nu, waarom hebben we Burkina Faso gekozen? Eerst en vooral omdat daar echt de gevolgen van klimaatopwarming heel erg duidelijk zichtbaar zijn. Dus de woestijn rukt steeds verder op en vruchtbare gronden gaan op die manier verloren. Oogsten brengen minder op enzovoort enzovoort. Dus daar is ook de ruimte, is ook heel veel nodig om dat ecologisch systeem terug te herstellen. Dus met Brabantia gaan we daar effectief bijna 500.000, dat is ons doel, 500.000 bomen gaan we daar planten. Voilà. Die dan deel uitmaken eigenlijk van een grote groene, de Great Green Wall, de grote groene muur, die ze willen bouwen van west naar oost-Afrika, doorheen de Sahelwoestijn. Ja. Cool. Ben je daarmee bezig, zo met ecologie en met een beetje opletten met wat je doet, met energie en met... Ja, heel erg eigenlijk. Ja? Ik heb ook geen droogkast. Ik heb... Goed zo. Ja, ik hoorde het net, maar ik heb tot 2 jaar geleden nooit een auto gehad. Dat is dus veranderd sinds er een kindje is. Dus je bent daar wel bewust mee bezig, vandaar dat ik je allemaal zie knikken van dit is goed wat hier gebeurt. Ja, absoluut. Ja. En ik schrik ook van een groene muur door de Sahel, want die boom moet toch ook water krijgen, denk ik dan. Ja, absoluut. Nu wat ze doen is inderdaad, we planten niet alleen de bomen, we geven ook de lokale tewerkstelling aan de bevolking. Ja, ja. Dus die mensen gaan ons ook, gaan WeForest daarin ondersteunen door effectief de zaden te verzamelen van de bomen, die WeForest dan van hun koopt. En samen met WeForest gaan zij die zaden planten en op de manier waarop ze de bodem gaan bewerken, gaan die bomen inderdaad, die zaden omgezet worden in bomen en zo een volledig bos creëren. Wie een droogmolen koopt, kan zijn boom ook volgen op een website? Of iets heel bijzonders? Staan daar webcams? Dat kan ik me echt niet voorstellen. Nee, het is niet zo technologisch hoogstaand. In die zin, je kan jezelf registreren bij het aankopen van een droogmolen, kan je jezelf registreren op onze pagina die we daarvoor gemaakt hebben. Van dat ogenblik krijg je een bedankmail, dus een certificaat dat je die boom geplant hebt. Die dan met een link voorzien is, die je kunt aanklikken en dan wordt er elk half jaar wordt er een update gegeven door WeForest van hoe het bos evolueert. Dus effectief hoe het zaadje tot een bos... Krijg je dan ook een foto en kan je zien hoe groot het die geworden is? Uiteraard. Je krijgt foto's van het begin naar het einde en tenminste door de hele groei. Het zou wel cool zijn dat je die... Ja, inderdaad, zo'n beetje dat idee. Het zou tof zijn dat je die Green Wall wel echt ziet groeien. Dat is echt fantastisch. Maar op welke termijn is zo'n bos dan daar? Nu, ze zeggen dat het uiteindelijk 8 jaar duurt wanneer de boom eigenlijk tot wasdom is gekomen. Maar in die periode, gedurende die 8 jaar, houden die bomen al steeds meer vocht vast in de grond. Waardoor effectief de oogsten die er geplant, of de dingen die geplant worden, ook veel beter gaan opleveren. Dus die gaan ook veel meer voedsel opleveren. Waardoor, en heel vaak is het zo, de vrouwen die dan het voedsel gaan oogsten, krijgen ook veel meer inkomsten, want ze hebben voedseloverschot. Ja. Ze kunnen die gaan verkopen op de lokale markt. Ze kunnen ook de bomen gebruiken, de natuur, de natuurlijke bestanddelen van de bomen kunnen ze gebruiken om bezems te maken, om zeep te maken, waarmee ze ook weer hun levensstandaard kunnen verbeteren. Ja. En
heel vaak is het zo dat vrouwen de kinderen dan naar school gaan sturen, waardoor die kinderen een betere opleiding krijgen en dat we eigenlijk de hele cirkel op die manier rondmaken. Ja, dus alles begint met een droogmolen en uiteindelijk ja. Ja, helpen we daar toch een beetje de natuur mee. Nu, ik wou nog heel eventjes iets melden. Er is een soort van recept dat je zelf wasmiddel kan maken. Ecologisch wasmiddel. Ja, klopt. Ja. En ik heb dat aan jou bezorgd. Ja? En weet je wat we daarvoor nodig hebben? We hebben daarvoor nodig, ik ga even kijken op mijn briefje, 5 liter water, ja? 80 gram geraspte Marseillezeep, ja? Wat ook een vrij basic natuurproduct is, en sodakorrels, ja. 40 gram. Ik heb dat voor jou getest, Julie. Ik ben naar buiten gegaan vanmorgen en ik heb dat wasmiddel proberen te maken en dit is hoe we dat gedaan hebben. Kondigt de lente zich aan, wordt er een algemene kuising der stulpen gedaan. Dus het huis schoonmaken, hè, kort gezegd. Hier staat ook prutselen. Wasmiddel kan je ook eenvoudig en goedkoop zelf maken. We gaan de proef op de som nemen. Water, Marseillezeep, sodakorrels. En daar zit eigenlijk. En natuurlijk vuur. Een grote pot. Ik zou best wel een pot nemen waar nooit meer eten in moet gedaan worden, want het zou niet goed zijn. Goed. Zeepvlokken. Echt vlokken zijn dit niet. Dan gaan we vlokken maken, hè. Ik voel me toch een beetje Jeroen Meus nu. Doe de zeepvlokken in het water. Zo. 10 minuten later. Nou, dat ziet er al goed uit, hè. Alleen de vlokken moeten nog smelten. En als de vlokken gesmolten zijn, dan denk ik dat de soda erbij gaat moeten. Voilà, ons sopje kookt. Nu de sodakorrels erbij moeten. Die hebben we. De zak is al open. Naar eigen smaak, zeg ik dan maar, hè. En dan zou ons ecologisch wasmiddel klaar moeten zijn. Laat alles afkoelen. En het resultaat zullen we bekijken in de studio, hè. Ja, we zijn hier nog volle bak aan het discussiëren. Alleszins, ik heb dat gedaan. Nu, ik